My Café misschien? Wat gingen we doen? Nee, moet naar Zamazon. Oké. Intercafé is gewoon 3 sterren als je beoordeelt. Is niet slecht. Warcry coin. Oeh, ik kan ook even... Kawaii? Fruit slot? Ja. Oh, voor een case opening. Woe! Oké, we gaan even case openen. Kost echt geld? Hoeveel geld hebben we? Dat staat nergens. Of kijk ik er echt overheen? We hadden net gekeken. We hadden toch 2000 of zo? A rare case. Ik weet niet eens waarom, maar ik wil het. Mensen voelen een casino. Casino? Maar dan moeten we wel verdienen. We moeten eerst even een stap hebben gemaakt. We ben je het er niet mee eens? Nee, maar casino ga je toch juist verdienen? Ja, maar dan gaan we het zeg maar vastzitten. Dan worden we verslaafd. En dan komen we hier niet meer weg. Ik heb het gevoel maar dat... Maar gewoon even €200 gewoon. Even €200 gewoon in-out. Waar is dat geld dan? Dat wil ik even zien. Kijk, moet ik even uit de computer. Kun je even €200 erin poppen? We hebben het net gezien. Hier. €1900. Oh, als €500 erin poppen, dan maken we er even €2000 van. Tuurlijk. Gewoon al in dan wel. Want ik heb geen tijd. We moeten gaan. Gewoon al in. Ja. Verdubbel het. All en dan gaan we verder. Hoe kan ik hier weg dan? Kruisje. Maar dan gaat hij, als nu internet op is, gaat hij weer staan. Dit pijltje linksboven, denk ik. Oké, even, gewoon, even eentje, gewoon één gok. Ziet de ander iets gokken? Nee, oké. Eentje, waarom is het niet? Mag ik even screenen? Waar zit dat erin? Oké, ja, tuurlijk. Gewoon al in. 100 kunnen we maar per spin bieden. Hier dan gaan we. Autospin 100 keer, toch? Ja, ik moet zeggen, ik ben niet zo bekend met wat betekent de autospin? De automatische spin, hoef je niet meer te klikken, zeg maar. Maar klikken is toch het enige interactie wat je... Ja, maar dan wil ik dus ook niks mee te maken hebben. Dat is toch waarvan je geld is het dan juist, of niet? Buy free spin? We hebben geen €10.000. Eén spin, één spin. Geld. Nee, we gaan gewoon... Even kijken. Eén spin! We kunnen niet al ons geld nu al verneuken. We kunnen 9 spins op 100. 9 spins op 100. Nee, we gaan niet al ons geld verneuken. 9 spins is maar 100, 900 euro. Ik wil ook nog even kleding kijken straks. €100. Oké, dan gaan we 50 en dan gaan we... Oh, jij gewoon €100 kan. €100 kan. Ja, maar dan kunnen we maar 1 spin. Ja, dat is alles. We gaan niet ons geld vergokken. 10 spins. Damn! Je bent helemaal niet begonnen en je bent opgeslaafd. 10 spins. Nee! 1 eerste spin. Tim. Ik snap niet eens wat er gebeurt. We verloren. Ja, was dit als hoeveel hebben we nu verneukt? €15 in plaats van we zijn dus 35 verloren. Oké, nog echt paar spins. Ja, €100 stoppen nu. Wegwezen. Tim! Shit. Kuttel! Ga weg! Yes! Yes! Maar toen begonnen we. We zijn binnen. Ik snap niet eens wat we hebben gewonnen. Blackout. Ja, ik denk onze bloeddruk of zo. Elke keer krijgen we een beetje intense gevoelens, dan gaan we echt KO. Dat is wat waarom ik zijn dus we neer? Waar zijn die free spins? We zijn helemaal hongerig weer. We Tim, eten. Alsjeblieft, ik wil je vragen. Focus één keer op dat bedrijf opstarten. Ja. Dus we hoeven niet op deze computer te zijn in principe. Voor je huis keer eten. Maar je moet ook sowieso onze computer case kopen, hè? Die monitor, of we moeten bij de tweedehandswinkel. Ja, dat is wel goedkoper hoor. Als we een nieuwe shit gaan kopen. Free spins. Tim. We staan nog winst, hè? Je bent nu aan het verneuken. We kunnen nog even tot 1900. Nee. We gaan niet weg. Hij doet het niet meer. Hop. Oh, wel binnen. Clean. Laatste spin. Even meer. Hop. Nou, we staan weer verlies. Ja, we verloren. Nou, Jeff. Of! Het zijn geen free spins! Nee, mag! Kijk ons geld! Het kijk, zijn kijk, geen kijk, free spins! Oké, stop! Stop dan nu! Stop dan nu! Stop nu weer nog voorstaan! Oké, stop. Jemig. Oké, even kleren. Ik wil even kleren hebben. Jij moet eten kopen. Ja, laat maar even kleren kijken. Jij mag ook je prikkels. Kijk maar eten, kijk maar ja, maar mag ik alsjeblieft even ook prikkels? Jij mag prikkels. Oké. Ik ben zo klaar, Oeh, oké, ja. Heel gratis geld nu. Handschoenen. Ja, die vingerloze handschoenen, als ze toch mensen gaan brengen. Mag ik die alsjeblieft? Ja. Dan heb ik ook mijn prikkels binnen, ben ik ook chill. Clean. Nog meer, ik kan niet... Ja, voor elke hand het liefst wel. 2 dus. Ja. Kan niet, 2 van die. Oké, nou prima. Dan hebben we dit gedaan, hebben we al bij onze prikkels binnen. Ja, goed. Hé, Piet. Gaan we nog even naar Kawaii, even één kattenfilmpje kijken. We moeten eten kopen, echt. We gaan KO weer. We gaan echt in KO. Shit, ik wil niet doodgaan, dat is wel echt easy. Kun je eten? Ik voorspel.
dat hij gaat afgeleid worden voordat hij bij het eten is en niet weer niet gaat eten. Oh, hij is al afgeleid. Hij is al, voordat ik mijn zin kan afmaken, is hij al afgeleid. Zo. Oh, moet die family uitzetten hoor, wat doet hij? Zo! Die gek zit hij met een halve erectie naast me. Vol! Ga nou eten! Ik ga eten, eten ja. We zijn getrouwd Tim, maar het is een beetje roleplayen. Wil die vieze beest, iedere keer loopt hij met een boog omheen. Omdat ze niet in een café zitten. Met een boog gaat hij eromheen. Nee, komt er geen gesprinten zelfs dat ik zie. Wat, een kameel? Kameel, waar? Tim. Hoe kun je een kameel, is het een van de meest grote dieren die ik ooit heb gezien. En jij zag de kameel niet. Was dat een kameel? Oké, we zijn KO gegaan. Maar we zijn weer echt topfit nu. Maar het is wel slim om naar huis te komen snel. Waarom waren we KO eigenlijk? Open the café, you can do it from the main PC. Nou, als jij hier tevreden mee bent, Tim. Ik heb niet het gevoel dat er nou echt mensen gaan lokken naar dit café. Hoezo niet? We kunnen het gewoon proberen. Het ziet er fucking nasty uit. Het stinkt hier. Het is een beetje goor, maar ja. Het voelt alsof je met... Je kan nog beter met 10 man in één kamer zitten. Het is minder ongemakkelijk dan in je eentje in dat vieze hoekje daar. Terwijl jij op een afstandje de ingang aan het blokkeren bent. Terwijl ik aan het gokken ben in het hoekje in mijn eentje. Even kijken. Hoe gaan we open? Ja, hier. My café. Een nieuw room. Een kitchen. Oh, die kitchen hoeven we nooit meer eten te halen. Open. Ja. Oh, hier, open. En nu maar wachten. Even gokken. Eentje gokken. Nou, we hebben meer dingen in het leven dan alleen gokken. Misschien zijn er slimmere keuzes. Zoals zo'n case, hè? Zo'n packie openen. Oké, vind ik één case dan. Maar ik vind de case in het gevoel, krijg je er geld voor terug? Ja, 100%. Dat is een investering. 500 euro wel. Maar we hebben nog maar 600 euro. We hebben geen geld, dat kunnen we niet doen. We zijn wel geopend nu. Dus nu hebben we toch passief inkomen. Want we hoeven alleen maar een computer aan te laten staan. Een best case. Laten we een best case doen. Oké, maar... Oké. Een best case. Oeh, ik snap er niks. Dus ik heb de prikkels niet ontvangen. Het is echt, maar je moet het snappen voordat het prikkels. Maar er is heel veel groen, heel veel common. Hebben we geld teruggekregen? We hebben deze geklikt. En oh, je moet gewoon gokken welke erin zit. Deze zijn allemaal common waarschijnlijk. Zit het er niet allemaal in? Ik denk dat dit er allemaal in zit, nee, toch? Want ik heb al gekozen. En ik heb deze gekozen. Oh, je mag er één kiezen. Ja. Maar deze was legendary, de gele, toch? Ja, als die had gepakt, dan hadden we geld verdiend. Maar nu heb ik dus geld verloren. Moet even eten, eigenlijk. Kunnen we niet nog één packje doen? Één packje, maar nu snappen we hem. Kijk, nu moet ik eentje kiezen en dan moet je nu al een goede blind pack. Ja, Ketjet, waar heb je een goed gevoel over? Wacht even, we zijn eventjes bezig. Oh, customer center request. Nee, wat nou? Even moet even focussen. Oké. Mensen zeggen 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deze? Nee. Welke rij? 100% 6. 6? Deze rij ook 6. Niet? 7 is fucking kut. Welke rij? 6. Nee, die ernaast trekt. Deze. Ik voel hem. Deze? Ja. Oké, daar ga ik. Je wacht te lang. Hij zit niet meer nu. Ja, ik heb geld verloren. Echt heel je wacht te lang. Ja, okay. Ja, stroom is uit. Wie zit er ook aan mijn internet te klooien? Hey! Dat soort geflipte krijg je dan niet. Zijn we onze eerste klant kwijt ook nog? Ik moet eten halen even. Ik heb één case nog. Eén case toch? Eén case. Oh, zo'n case. Eén ik case. Dacht een computercase. Maar jij bent... Nee, we kunnen niet hier verslaafd raken. We hebben geen geld. Eén case. Maar dan moeten we wel gewoon die duren, want dan heb je grotere kans dat je terugverdient. Maar ik heb gevoel met slots is veel makkelijker geld verdienen. Ik snap daar helemaal niks van. Oh, klant. Wacht even, één case. Daar krijgen we toch geld van terug, van de klant. Ja. Dus in principe hebben we al winst. Oké, chat. 11, zegt iemand. Ja, heel zelfverzekerd. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Oké, dit is hem. Ja, 100%. Iemand zegt 12. 1, 2, 3, 4, 5. Je zegt deze. Laat me nou tellen dan, of niet? Of ben jij een of andere calculatorwonder? Nee, dus niet. 11, ja. 11 was heel zelfverzekerd. Heel zelfverzekerd. Winst. Even de klant helpen. Heb je het gevoel dat we goed op een lijn zitten? Ja, dat is op een lijn. Dat is slim. Hey, kan ik even helpen? Start a client's time using café app. Oh, die café soft app. Oh, ja. We moeten toegang hebben nog, natuurlijk. Oh, even kijken hoor. My café. Nee, is niet. Oh, wacht even. Hier café soft, denk ik. Ja. De prijs omhoog. Wacht even, meneer. Hey. Kut. Maar ik heb er niet... Hey! Die gast is weg! Hij is empty nu! Hoe moeten we nu aan geld komen dan? Je moet gokken misschien. In case.
Eentje dan nog. Jezus. Niet die slot? Nee, ik snap dit niet. Dan geef ik geen prikkels van. Ik krijg geen prikkels. Het gebeurt gewoon. Maar die slot is heel moeilijk. Bloem, weggeld. Weggeld, we winnen alleen. Oké, okay, eentje nog. Ik vind deze dus. Ja, 100% Tim. 100%. Maar, ja, tuurlijk. Kut. We hebben maar 300 euro. We moeten ook, waarom heb je nooit die duur gedaan? Daar zit die goeie in, dat zie je toch? Die Rainbow Knife. Je weet, we zijn gechoked, we hebben geen geld meer. Kijk, ik heb nog één packie, nee. Onze stroom is ook bijna op. Hoe gaan we stroom krijgen? Oh. We moeten wel geld hebben om stroom te betalen, anders is het spel echt over. Ik wil naar de club eigenlijk. Kunnen we hier even afkoelen? We zijn gestrest. Ja, oh ja, iemand gaat gebruiken. Oké. Maar stroom gaat bijna uitvallen. Heb je hem aangezet door de computer? Ja. Gaat het, meneer? Bevalt het? Die scarce case. Ja. Want ik ga echt te veel stressen van de huur moeten betalen, de stroom. Ja. We zitten bijna schuld. Ik moet even alle last van mijn schouders en straks even dansen. Oké, ja. Easy luck at approve. Ja. 2 uurtjes. You have completed tutorial missions. Now you can freely play the game if you want. What the fuck? Was het tutorial? We zijn 5 keer dood gegaan. Ja, echt. The game is safe when you sleep. Oké. Okay. Dan gaan we een tukje doen, toch? En nu, die club misschien, alsjeblieft. De club, maar ik ga bijna doodvallen. Ja, omdat je geen energie, de stress met je doet, gek. Hij is porn aan het kijken. Oh, je had misschien toch gelijk, Tim. Je had al die tijd gelijk. Hij is een full on, en full on all the way. Ik met zijn gezicht tegen het scherm. Je gaat echt proberen te kussen en al. We gaan een beeldscherm te likken. Even kijken wat hij doet. Ik durf hem niet alleen te laten in mijn bedrijf. Juist, onze handjes gaan echt op zijn schootje ook dit keer. Ja, ik bedoel, we hebben net die hele zaak schoongemaakt. Dus straks moeten we weer dan. Kom, kijk, ik stel mijn hand even op het bovenop. Heerlijk, is niet slecht eigenlijk misschien. Welke website was... Auw, zo! Ik zei toch, als we te veel prikkels krijgen, dan gaan we neer. Eerst dan met die homo. Toen met wat gebeurde er meer katten of zo. Echt een prikkel overdosis. Dus gewoon tepels gingen we ook gewoon. Dat gaat niet goed. We hebben te weinig bloed misschien in ons lichaam. Ja, zo. Dus als we verplaatst naar andere gebieden, dan vallen we neer. Vol naar de penal action, alles bloed. Niet helemaal wat ik bedoelde, maar... Oh, ik dacht dat ze links erin gingen. Is dit het? Ik dacht dat ze links erin gingen. Oh! Zo, die man achter de bar! Wacht. Oh. Dit is niet de beat waar ik heen ging. Er ging werkelijk een ander gebouw in. Ze zijn wel verleid, maar die man achter de bar die voelt hem wel. Maar die wordt natuurlijk betaald. De man echt KO. Het is ook nat, hè, daar. Zo! Zo! Ik weet niet, dit zijn misschien heel veel prikkels. Jemig, zo wat licht in mijn hoofd, joh, gek! Strip, hè! Oh, we hebben niet gegeld. Het is 200. Precies eentje van 100. Het is één van 100. Je kan, Timon, je kan niet eerst family uitzetten en dan alleen maar porn afspelen. Je kan niet alleen maar strippers betalen dan. Heb je al het geld uitgegeven? We hebben geen geld, Tim. Kunnen we in de verdienen wel terug. We verdienen wel ergens een keer terug, onze joh. Onze elektriciteit is bijna op. We verdienen wel een keer terug, joh. Oh, waar zit het al? Zo! Timon, we zijn blut. Je hebt geld verspild. Aan gokken. Ja. Aan de duurste cases. Ja. En stripteases. Ze zijn nog niet klaar. We weten nog niet of het verspild is. Je weet het nog niet. Het is glibberig en al, hè. Heel zweterig. Hoeveel heb je betaald? Ja, 100 euro om binnen te komen en 100 euro voor deze vrouw. Ik kan amper dansen! Ze kan wel minder goed dansen dan ik dacht. Er wordt er heel weinig gestript ook. Had ze de masker net op? Ik heb het gevoel dat ze meer kleren aankrijgt zelfs. Waarom is haar haar ook glibberig? Tim. Nu moet die grindset komen, want we hebben geen geld meer. We zijn geruineerd werkelijk. Maar kan ik hier niet beter van genieten of moet ik nu echt toch stoppen? Ik heb het gevoel dat ik mijn geld eruit moet halen. Ik kan niet ontspannen nu we helemaal blut zijn. Ik ontspan ook niet, ik voel stress, voel ik hiervan. Het neustovenaar begint ook als een geld te strooien, impulsief, ik kan ook niet. Ik heb wegwezen hier. Zo, dank u wel, je had echt naar je zin, zie ik. Ik heb echt zonde van ons geld. Kijk, die man die heeft wel de tijd van zijn leven. Deze man danst dus beter al, we weten dat deze man kunnen die is kijken. Gratis, hè. Evenveel kleren heeft hij aan. Ja. Jemig. Maar zo, deze zit niet voor niks in de kooi, die is gevaarlijk waarschijnlijk. Kun je ook een dansmove voor tappen? Nee, natuurlijk niet. Of? Kun je geen emotes? Ik
Oh, nee. Tim. Nee. Ze worden eruit gezet. Ja, ons geld is op! Ik word opgefokt. Oh, kijk. Oh, ik heb geldplossing. Een oplossing. Ik heb een oplossing. Oké. P, stop naar 100 hebben we nodig. Fuck. We kunnen niet betalen. Deze dag. We hebben opgefokt voor die herrie hier. Dat is een heel slecht plan om hierheen te gaan, Tim. Ja, fuck. We moeten geld sparen voor de slotmachine. Wat is hier achter nog? Hey. VIP-zone. Oh, ja. Hoeveel geld hebben we? Hoeveel hebben we nog? We hebben 50 euro, moeten al ingaan. Blackjack. Ja. Oké. We kunnen dit. Niks aan de hand. Dit is toch slim om te doen eigenlijk, heb ik gehoord. Niks aan de hand. Hoeveel geld hebben we? 55 euro, of is dat van hem? Of is dat van hem? Ik ga 50 gewoon dealen. 50. Ja. 11, dubbel. Wel, ik snap al niet meer hoeveel moet je hebben. Ook 21 weer? Moeten we hebben. We hebben 11, hij heeft een 5. Ik heb heel veel prikkels in mijn oren. Harry. Yes! Oké, dubbel down. Dubbel al één en dan zijn we terug. Down. En hebben we ons geld terug en dan kunnen we hier gewoon weg. Ja, want we hebben 200 euro uitgegeven en dan hebben we 200 euro terug. Nog één keer winnen en dan zijn we gewoon terug. Dan zijn we gewoon gratis gekomen. 17, kaartje toch. Tot hoeveel mag de dealer ook weer? Is dat 17? 17 of ja. En wanneer gaat hij kapot? Ja, boven de 21. Oh, ja. Maar hit, we hebben 7 of 7. Of ben ik niet hier? We moeten stand. Ja, nee, gaat maar, hij gaat sowieso 10 pakken. Stand! We hebben 7! Hoe doen we hebben 7? Oh, het is 1 of 10. Oké, okay, ja, maar ik weet niet of het werkt met dit spel. Ja, hit. Hit toch? Maar de chat zegt allemaal stand. De chat versnapt hem bijna. Ja, maar het is mijn geld. Okay, hit. Okay, ja, dit is goed. Ja, we moeten hitten. Dit is gewoon, ja, hit. Ik zeg ruïneerd, ons geld zo. Hoe is gok ook ooit een goed idee? We hebben geen geld en we gaan weer. Nee, we hebben een insufficient balance. We hebben al ons geld verloren hier. Terugkomen. We hebben geen geld meer. We zijn geruineerd. Waarom hebben we al ons geld in gokken gestopt? Waarom gaan we nou gewoon werken? Laat ons gewoon werken. Ik word overprikkeld in muziek hier. Ja, ik ga al. Deze man heeft tijd voor zijn leven. Oké, we gaan. Zijn geruineerd. Mag ik mijn geintje op z'n wind maken? Ja. Het was al glad hier, ik dacht het al. Nee, het helpt maar er ook niet bovenop. Ja, nee, het is hem niet, hè. Wil je vampiergrapje ook nog doen dan? Ik ben niet in de stem. Nee, we zijn blut. Misschien kunnen we geld bieden van die hobo voor ons huis nu. Die heeft waarschijnlijk meer geld dan wij. We moeten even praten met ons vrouw, want ik zit er helemaal doorheen. We zijn blut. Ja, maar is het zo meteen, dan gaat hij wel voor ons zorgen als we maar één keer knock-out gaan, denk ik. We zijn geruïneerd. Deze man dan. Dat is diezelfde man. Ja, hij wil nog steeds 100 euro van ons. We zijn geruïneerd, misschien echt dit keer. Ja, maar we zaten gewoon een klant, heeft die betaald. Die zat vol aan porn te kijken. Ik denk die wel even betaald. Heeft de computer meegekomen! Waarom gaan we ook aan? Waarom laten we alles ook achter? We sluiten nooit af! De kan niet dicht! Ja, oké, we zijn bestolen ook. Onze computer, onze duurste ding is gestolen. We zijn geruïneerd! We kunnen ook niet weg. We konden hem niet dicht doen, want hij zat in gozer. Maar we konden hem wel wat privacy geven, op zijn minst. De gozer heeft echt met zijn zaadhandjes onze computer gestolen. Het is echt een afgang van alle kanten. Het is echt niet te doen. Misschien heeft onze vrouw het geld. Die was aan het werken. We moeten even naar huis even kijken. Ja, dus we moeten even flauw vallen. Of is dat een tactiek? Vragen of we geld mogen lenen. Ja, gewoon vragen. Zij heeft hard gewerkt, we lenen het wel. Uiteindelijk gaan we gewoon terugverdienen. We hadden net ook echt één keer verdubbeld ons geld. Ja, hè? We kunnen het gewoon verdubbelen en dan betalen we het terug. Dat is het. We gaan lenen van ons vrouw. Verdubbelen het, betalen niet terug, staan we kiet. En dan kunnen we weer investeren in het bedrijf. En de computer kunnen we kopen en doen de volgende keer de deur op slot. En dan gaan we echt werken. Ja, dan gaan we werken. Ja, precies. Tina Boes gaan we vrouw. Ik heb een idee. Starten weer. Ik heb een idee, jongens. Ik heb een idee. Oké, ik ben benieuwd. We hebben geen geld, hè? Weet je dat al? Internet, slot. Tim. Carina 5. Wat is dit je idee? Dit is waarom we blut zijn, Tim. Dit is waarom we blut zijn. Mijn ideeën zijn op. Hebben we één kat bekeken op Kawaii? Klammachine. Oh, wat de hel. Oh, ik ben de... Ja, zie je, ik kreeg die impuls van die grijpmachine. Ja, echt, en ik was prikkel. Weg. Ja, want die grijpmachine, daar kan ik niet mee verliezen. Wist je al, met de grijpkraampies. Nog nooit heb ik niks gegrepen. Ja, je bent een clownmaster. Die grijp graag hem. Ja, die grijp graag noemen ze jou inderdaad ook al. Dat is niet te doen, hè. Nee,
Ik moet weer eten, maar... Hotdog, jij even hotdog. Ja, laat me eerst grijpen dan. Even hotdog, je ziet dan kunnen we echt caviar eten, joh, als we willen. Nee, hotdog is prima, hier. Donatie van Anoniem, die zegt ik was het. Ja, maar ik bedoel natuurlijk gewoon wie was in de chat, want Anoniem weten we natuurlijk niet. Maar ik zag het net al, waren echt iets van 40 mensen. Ja, ik heb ook een pij gelegd, een paar euro. Ja? Ja. Ik had het niet gezien, hoor. Ik ben die man er gewoon, dus ja. Ik was even 1 minuut weg. Dan kan echt niet gelijk alles gestolen worden. Oké, de grijpkraam Piet. Jij zegt dat we daar geld mee kunnen verdienen. Natuurlijk. Ja, 12 euro. Die crème kost. Ja, het kost niks. En dan ga je voor die edelsteen. Daar, die robijn. Waar gaat die? Waar is de bakkie? Ja, lekker. Wat is dit? You want 5 euro? Of hoeveel zijn die waard? Is in de bitcoins? 5 bitcoins veel, hoor. Wat is dit? Wat hebben we nou verdiend? Het kost alleen maar geld. Nee. Je moet eventjes eerst die edelsteen hebben. Hier, een handje vol. 12 euro weer kwijt. Ja, maar je moet eventjes eronder graven. Je moet het klaarleggen en dan heb je het. Dan komt net het nieuw. Hier, kijk. Die blauwe edelsteen. Weer 12 euro. Dit is gewoon crap. Ik weet niet wat er gebeurt, eerlijk gezegd. Is het gewoon... Ja, wat is dit? 5 munten, wat is dit? Ja, weet niet. Kunnen we er iets mee? Kun je wegwezen hier misschien, toch? Hebben we winst gemaakt? Nee, we hebben geld verloren. Ja, we hebben gewoon echt meerdere geld verloren. We moeten die blackjack tafel. Dat is wel ons ding, want daar kunnen ze ons niet scammen. Dit is digital scam. Ja. En daar zien we die kaarten. En ik ben er nooit in een magician. Hans Kazan komt met zijn kaartje. Ik ben er nooit in hem getrapt. Nee, ik ook dus niet. Oké, laten we naar de blackjack tafel gaan. Kost wel 100 euro. Oh, sell coins, zegt iedereen. Sell coins? Waar? Dan kunnen we zien. Ja, op de computer waarschijnlijk kunnen we dan zien. Hoe kan iedereen het zien boven mij? Sell coins. Ik heb echt het gevoel. Kijk, waar zijn die coins? De Warcry coin? Ben je die? Nee, die we net gewonnen hebben, ja, Griezel. Oh, ja, slim. Zie, je hebt echt geen concentratie boven meer over, hè? Nee, sell coin. Sell. Ja, en dat is... 113 euro! We hebben geld verloren. Hebben we... Oh. We hadden meer, toch? Maar we hadden 113 euro gewonnen, stond er. We hebben gewoon geld kwijtgeraakt. Dan noemen jullie mij dom. Hoe bedoel je? Bills komen ook nog binnen. Hier, daar gaan we. Ja, dan kunnen we niet gaan betalen. Ja, we moeten betalen. Ja, we moeten betalen. We hebben maar 200 euro. Oké. Oh, het gratis nog. Gratis. Ja, we hebben al betaald. Dan kun je in principe de strip er ook nog een keer mee pakken. Nee, die strip is niet gratis, kan ik je vertellen. Maar die klote herrie weer. Nee, niet nu. Niet doen. We willen ons geld verdienen, misschien als we... Als we winst hebben. Nee, want het is wat saai. Ik trap er ook nog bijna in tables. Slot zo nog, Tim, focus. Open prikkel zo, oké. Ja, we gaan heen, mannen. Kom maar. All in, toch? All in. Echt all in? All in, en dan zijn we weg, oké. We gaan hier niet zitten. Oké, all in. Zit de deur snel nog open, Tim? Nee, de deur snel. Nee, ik had hem dicht gedaan. Ik stap er niet in, ik had hem dicht gedaan. Oké, 200, all in. Moet 21 hebben, dus 14. Stand. We hebben gezegruineerd. Stand. Hebben we al ons geld ingezet? Ja. We hebben nog 60 euro. Stand. Dan hopen we dat hij kapot gaat. Stand, toch? Ja, stand, maar we zijn geruineerd. Godsamme, we hebben geen geld meer. Wegwezen hier. Ik wou heel geffen die klote herrie ook. We kunnen er al in. We kunnen één keer al in. Wat is er al in? Je kan maar één keer al in. Hier, we kunnen één keer al in nog. Oké. Okay. Kutspel, man. Wat een kutspel. Stand. Ik weet niet wat kaart te tellen is, maar hij is wel aan het doen. Ja, ze geruineert die gek! Ja, god, wegwezen. Ah! Kijk, niks aan de hand. Wegwezen hier bij de kut. We kunnen nog al in. Nee, Tim! We kunnen nog al in. Nee! Shit. Wegwezen hier. Tim, ik heb een idee. Shit, man. Oké. Je hebt een idee. Oké. Als rustig. Oké, ze moeten me niet laten gokken met al die lawaai op de achtergrond. Ja. Ik kan niet concentreren. Dus wat jij wil. Dus één hand blackjack en dan één hand gewoon. Nou, ik dacht eigenlijk of, zeg maar, zodat als we geld hebben, dan gaan we niet door. Ja, ze winnen en dan zijn we weg. Is het allemaal heel veel? Die slam, die zegt ook van 99% van de gokkers. Oh. Was het te horen, denk je? Ik denk niet dat iemand wil, chat. Ga ook gewoon stil zijn, chat. Ik moet even berichtjes voorlezen. Ik klem mijn hele keel naar de klote kap gewoon een keer. Wat een kutleven, joh.
Dit is wel het eerste zeldzaam wat er was. Of een fox van deze herrie weer aan mijn... Okay, al één keer al in en zijn we gewoon weg ook. Eén keer al in en zijn we weg. Eén keer. Is dit ons geld nou linksboven? Ja, dit is ons geld. Eentje. Ja, ik krijg echt kut. Oh, dit is goed. Eén keer 10 pakken en dan zijn we... Dit is goed. Ja, ja, we zijn binnen. Dan beter. 19, ja hoor. Stand. Yes. Yahoo! 400 euro. Eentje nog. Al in. We hebben 800 euro. Als we nu zeg maar verdubbelen en denk goed na of dit slim is. Kijk, maar eens even overwegen. Als we dit verdubbelen... De chat luister goed. Ja, luister. Als we dit verdubbelen, dan hebben we eigenlijk van de hele dag niks verloren. Dan zijn we helemaal terug, back in the game. En dan kunnen we het spel echt beginnen. We kunnen ons PC terugkopen en dan kunnen we echt het spel beginnen. Ja. Voelt iedereen? Ja, iedereen voelt hem. Ik voel hem. Een heel slimme keuze wel. Yes! 10, nog een keer 10. Oh. En nu dan? Ja, nu dan. Ja, nu zijn we geruïneerd. Ik denk dat we geruïneerd zijn. We moeten 7, hit, zegt iedereen. 7, ja tuurlijk. Ik voel wel dat hij daar ligt. Hè. Ik heb ze geteld een beetje en die 7. Oh, die anders zijn we geruïneerd. Nee, ja, hij heeft al 7, dus de kans is kleiner. We zijn aan het kaarten. Ligt. Is het ook een 7? Is ook een 7. Ja. We zijn geruïneerd. Oké, maar er zitten meer 7's in. Gewoon hit die handel. Yes. We zijn terug. Tim, wacht. Tim, nee, niet klappen. Dan word je enthousiast en luister naar de prikkels. Ja. Oh, we zijn naar huis gestuurd. Ja, we wonnen te veel. We werden niet verteld. Ja, we werden naar huis gestuurd. Denk van, oh, ze snappen het spel. En van zijn vrouw, hoor. Teruglokken. Ja, tuurlijk. We moeten er ook gaan zoeken, ben ik bang. Is er niet, denk ik, begin je niet zorgen te maken? Ik weet niet hoe ze eruit ziet. Kijk. Laten we even zien. Laat nog eens eventjes die andere... Wat wil je zien? Waar zagen we net die grijpkraam? Kawaii. Ben je alleen maar geld verloren? Nee, hier wil ik echt nooit meer terugkomen, maar hier... Oh, we konden meer spelletjes daar doen. Ja, er waren meer spelletjes. Dus even kijken. Nee, dat gaat niet. Ik zou denken, oh, games. Ik durf bijna niet te klikken. Slot machine. Waar ben je echt goed in? Ja, ik ben goed in geluk hebben. Dus die coin drop dan, of niet? Of is dat een timing ding? Ik weet niet hoe je geld kan verdienen. Voor mij kost dit alleen maar geld. Ja, maar net hadden we misschien gewoon verloren. Oh hier, 35 euro. Ja, dat is easy. Maar verdien maar 10 euro, hè? Ja, maar als je hem altijd hebt, dan is het gratis geld. Ja, oké. We kunnen eentje doen. Eén keer gaat het 10 euro. Oké, 10 euro is kwijt. Nee, die is goed. Dat is die edelsteen. Claim. Oké, nou eentje dan. Eentje, denk ik, voor de prikkels. Het voelt toch goed, namelijk. Yes! Is dat wil? Oh, nee. Maar willen we in dat 25 euro ding? Ja, ik wil 35 euro, ik wil toch winst? Eentje daar dan, eentje. Gescampt hier, joh. Wat hebben we aan die fucking edelstenen? Ja, precies, is het heel veel waard. Misschien is het altijd prijs. Cel, 108 euro. Ja, het kost! Hoezo kost helemaal het? Waarom doen we dit ja, nou weer? Ja, is heel tof voor mij. Waarom doen we ja, dit nou? Ja, maar die prikkels die er nodigen me toch uit? Waarom kost dit geld? Je bent echt geruïneerd ja, we weer. Zijn geruïneerd. 200 euro kwijt hier. Ja, dat is kut. Bestel de computer en we moeten even ons geld verdubbelen, want dan voelt het anders kut. Het slim kan zijn voor ons. Want die lampjes, tuurlijk, voegen ze iets toe. Want je gaat geen internetcafé binnen zonder dat er lampjes... Tim, wat ben je nou aan het doen opeens? Blackjack, daar zijn we ongeslagen. Waarom zou je hier, Tim? Het geld gaat naar beneden. Ik snap niet wat er gebeurt. Ze kunnen gewoon zeggen van je hebt verloren en ik geloof het, want ik maar snap nee, niet. Maar ik zie linksonder wat te krijgen. We zijn aan het verliezen nog, maar ik moet even 100 hebben. Tim. We moeten hier weg. We moeten hier weg. Ik moet even 100 hebben en dan kunnen we hier weg. Je bent de muis vergeten. We hebben niet genoeg geld voor een muis straks. We hebben een muis, toch? Mensen zeggen, hey, de muis! Waar? De muis! Waar? De muis, Tim, serieus! Ik ga even kijken nu. Waar? Ik zag hem echt. Je daar! Stop. What the hell? Stop hem! Camel ride. Stop! Hoe duur is dit? Hoe duur is dit? Ja, hij is weg. Ja, je had hem moeten ja, stoppen ik moeten toen stompen. Nog kon. Ik heb er nooit een kameel gestompt, ja, joh. Ja, had een leuk geluidje gemaakt. Misschien zelf al de deur staat open. De deur kwijt. Leuk neer. Onze muis gestolen. Nee, je hebt geen muis besteld. Je hebt het geld vergokt weer. Oké, we hebben nog... Tim. 60 euro, we moeten even 100 muis, euro maken. Muis, zodat we kunnen verdienen. En als we geld hebben, dan kunnen we... Tim! We moeten er even 100 euro van nee, maken. Nee, wacht nou, wacht, voor ik klik. Ja. Wacht! Ja, ik wacht. Een muis, als we dan kunnen we geld verdienen en dan kunnen we weer investeren. We moeten eens geld hebben. Tim, je bent echt een stinkhond, joh. Van jawel,
Je gaat nog een keer klikken. Ja, we hebben verloren. We zeggen nu nee, we kunnen geen muis meer kopen. 30 euro. We zijn bijna terug. Ik heb bijna die jackpot. We hebben verloren. Nee, nog 20 euro. Ja, één laatste spin. Hoe komen we nu aan geld? Dan moeten we weer onze computercase verkopen, ja hond. Je hebt een probleem, Tim. Het heeft nog in één keer gewerkt. Jij moet iets kopen. Nee, je had een muis moeten kopen. Dan kon je nog een paar keer klikken en de maar geld verliezen. Maar ik had verwacht dat het minimaal 100 ging even, snel. Oh, die prikkels, ik word echt stressgevoelig. Ik heb een vrouw nodig. Ik moet even mijn gevoelens uiten naar die vrouw. Ik neem deze jongen even mee ook. Ja. Hopen, vingers gekruist dat er niks gestolen is. Waar is de... Oh, ik dacht waar is de keyboard, maar die hebben we net... Cool. Oké, focus. Goedkoop keyboard, goedkoop muis. Ja. Of? Nee, Tim. Laat focus nou, voordat je weer afgezet... Echt zeker? Weet je zeker? Ja, ik weet het zeker, want hoeveel geld hebben we nu? We kunnen niet eens zien, ik wil het niet 100. Eens. 100. Oké, alsjeblieft. Wat hebben we nog? Een toetsenbord? 100 euro. Ja, en een muis. We moeten verdubbelen. Nee. Muis. Wat is een muis? Omhoog. Zet dat in de muismatras is nog muismatras ook gestolen of hebben die gewoon nooit gekocht? Die hebben we nooit gekocht. Oké, goed. We hebben niet genoeg geld. Te weinig, tientje te weinig. Nee, we hebben 30 euro te weinig. We moeten één keer verdubbelen. Is het niet een slimmer spel om te doen, om ons geld? Die blackjack toch? Ik moet zeggen, dit is niet de oplossing van ons leven, hè? Want het heeft het nooit geholpen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, al hebben we het verdubbeld, is de ademruimte wel iets dan meer aanwezig. Dan kunnen we ademen, dan kunnen we eindelijk ademen. Ja, dan zijn we eigenlijk weer terug, is het. We moeten kunnen ademen. We kunnen niet eens ademen. Ik kan geen ademen. Ik snak hier. Je bent aan het snakken van alle kanten. We moeten even die blackjack doen. Even die blackjack. Eén handje. Even één handje. Gewoon snel. In en out. Ja. Mis mevrouw. Nee, mis mevrouw. We wisten niet wat we hadden. Ja, we hadden nooit moeten bedreigen. Nu zie ik dat in. Nee, je weet wat je... Ik zei al, moeten we het doen? Ik zei, laten we het niet doen. Nee, ik weet nog het. Je weet pas wat je mist als je niet meer hebt, hè? Ja. Dat zie je dan. Oh, die kutherrie nog steeds. Dit is slot te doen een keer. Nee. Eén handje. Dat is even winnen, hè? Dan zijn we gewoon terug, hè? We hebben de deur niet dicht gedaan. Nee, jawel. Snel, en dan gaan we. Ja, hij is al dicht ook. Yes. 10. Yes. Kut. Ja, dat is het kutste wat je kan krijgen. Nee, maar even twee. Stand. Want hij gaat een 10 pakken. En nog een 10. Ja, dat is niet goed, hè? Dat is niet goed, man. Oké, maar dit is gewoon puur gevoel. De chat zegt hit. Die moet je, dat zijn zoveel hit! Het zijn zoveel breinen bij elkaar, die kunnen het niet fout hebben. Hit! We gaan KO! Luister nou naar de chat één keer. De chat zegt hit. Ik zeg standen. Ja, hoe luister ik naar hun? Zijn fucking ruïneerd! Subscribers weten niet wat ze met hun geld doen. Die verneuken geld elke dag en dan gaan we naar hun luisteren. We moeten... 40 euro. Oké, verdubbelen, zijn we terug. 10. Oh mijn god. Aas. Hoe kunnen we altijd 14 we hebben? Geruineerd. Hij gaat sowieso 21 pakken nu. We zeggen geruineerd. We kunnen net zo goed. Ja, we moeten pakken. We moeten hitten. Godsamme, joh. Wegwezen hier. We kunnen eens een hotdog kopen. Ik ga strippen stoppen. Kan mag. Oh! Man, niet eens mijn frustratie kwijt! Oké, we moeten even onze monitor verkopen. Stomp die man, gewoon even voor het gevoel. Fucking bitch. Fucking little bitch, ja. Wie denkt hij dat hij is, dan? Oké, misschien is er iets anders wat geen scam is, Tim. Ja, we kunnen nu ook geen keyboard meer kopen, ja, zie we moeten nu wel echt gokken. De skincase... Ja, daar waren we goed in. Ja, maar dat is echt zonde. Nee, daar waren we echt goed in. Die kan ik niet betalen. Die kunnen we niet betalen. Ja, omdat het gratis geld is het zo duur. We moeten een slot doen. We moeten echt een slot doen. Zet er gewoon nieuwe spelletjes, of niet? Ik bedoel, nieuwe spelletjes. De slots hebben we echt nog nooit. Echt nog nooit. De crypto dan. We kunnen in de crypto investeren. Maar kijk, al deze prikkels. Ik kan niet... Ik snap dit helemaal niet. Deze staat groen bij. Die is goed, dus. Hoe duur is dat? Hier, kunnen we niet al ingaan. 88 euro kunnen we kopen. Nee, daar hebben we geen geld meer. Oei. Okay, maar wat willen we dan doen? We moeten risken. Heel veel prikkels hoor. Wacht, chat, wat moeten we doen? Check je mail. Je chat weet het wel. Hey. Dat was iets van de bills. Was dat de elektriciteit? Ja, dat is onze elektriciteitsbill, volgens mij of niet. Ik ga even kijken. Het
Hoe verwachten ze dat we elektriciteit gaan betalen als we geen geld hebben? Wat is dit? We zijn zo hard geruïneerd. Zo hard ben ik nog nooit geruïneerd in mijn leven, hè. Ja, nu hoef je hem niet dicht te doen, hè, nu we er zijn. Ja, maar dat vergeet ik. Want als ik hem eens open, dan denk ik er weer aan. Ik heb het gevoel dat je echt Piet. Geef me die vloedslat. Je krijgt twee. Nee! Laat eens een case doen dan. Dan kunnen we die kan ik niet betalen, want die kan ik niet betalen. Oh mijn god. Dan is vier het... spins. Maar als je dan zegt van je kan niet betalen, is het dan slim om te gaan gokken? Vier spins. Hier is één. Tim, is niemand weg. Wil dat je dit doet. Pay the bills. Betaald. Oké, okay, ja. Ja. Kijk, hij is goed. 7,50. Ja, ja. Oké, okay, wegwezen. Wegwezen dan. Ja, wegwezen. Gaat door, gaat door, gaat door. Dan moet je nu stoppen toch als winst. We winnen. We kunnen door, we kunnen nog door. We hebben 5 euro winst nu. Ja, dus dan zeg ik van... Nog 4 spins, we moeten naar 100. En dan kunnen we 1 blackjack hand doen. Tim, jouw stappen en jouw plan zijn alleen maar... Maar ik heb tenminste een plan. Eentje. Oké, die is weg. Deze is een verloren misschien. Ik ben geruineerd. Ja. Die hebben we ook verloren dan deze. Zij laten we stoppen en nu zijn we weer blut. We zijn blut. We zijn alles kwijt. Of! 3 euro. Jemig! Maar ik snap niet wat er gebeurt, dus ze kunnen maar alles zeggen. Kijk, we gaan! Kunnen we stoppen alsjeblieft, we hebben geld. We hebben winst. Eentje nog. Dan zijn we weg hoor. Eentje en dan zijn we weg. Oké, gewoon hier weg en hier kijken of we iets winnen. Ja? Kunnen we alsjeblieft weg? Ja, meneer, we 39 kunnen ze het opmaken. Kunnen we alsjeblieft weg? Kunnen we onze baan gaan doen? Kunnen we werken voor ons geld alsjeblieft? Wat hebben we nog nodig? Staat in de steeg staat nog een keyboard die we besteld hebben, volgens mij. Is het zo? We hebben geen geld meer. Staat, we hebben al een computer staat erop. Die ook nog verkopen. Dan zijn we naar die blackjack tafel gaan dan. Moeten we niet de bills betalen? De bills. Ja, maar als, met welk geld? Met welk geld moet ik dit doen dan? 2 euro, met welk geld dan? Oké, okay, dat winnen we even terug. 1 roll en dan winnen we hem terug. Nee, maar ja. Betaal hem eerst. Niet eens geld kwijt en dan. Nee, we gaan eerst het geld winnen. Nee, we moeten eerst kijken. Tim, betaal het. Jongen. Nee, weet je wat het is? We moeten eerst geld doen en dan weten we of we moeten betalen. Ik word zo gestrest. Nee, maar ik heb een plan. Betaal de 2 euro en ga dan gokken in plaats van maar andersom. Luister nou naar mijn plan een keer. Oké, ik ga eerst die slot doen en dan kunnen we zien of het slim is om hem terug te betalen. Zullen we niet eerst kijken of het slim is om hem geld te vergokken die we niet hebben? Nee, maar ik win sowieso. Kijk, ik ga nu sowieso winnen. Ik heb verloren deze, maar de volgende winnen we. Je hebt ook verloren. Ja. We zijn ons geld kwijt. We kunnen nog 1 spin doen dan. Oké, we kunnen onze bills niet meer betalen. We hebben 1,60 euro en het was 2 euro. Maar het is goed dat we onze bills niet hebben betaald. Anders konden we nu niet meer rollen. Anders kunnen we... Nee. Want anders zaten we in min geld nu. We moeten even onze case verkopen. Nee, ga nu naar die laatste nog even... We kunnen geen case kopen van 1,60. Die zijn 99 euro. Nee, we moeten ons case verkopen. Nee, doe nou 1 roll en dan betaal alsjeblieft die bill. Ik kan geen roll, ik heb geen geld. Alsjeblieft de bill. Met stress. Ik heb geen vrouw. Ik heb geen werk meer. Ik heb geen spullen meer. Nee, je moet even die case verkopen. En dan kunnen we even die blackjack doen. En dan zijn we gewoon terug. 1,60 euro blackjack. We kunnen niet eens met 1,60 euro in... Aan de kant! Oh, gek joh. Het loopt met de blokken ook. Het zit ook niet mee allemaal, hoor. Die man die wordt slapend rijk van ons. Like koppie en al. Oké. Als we nu... Piet, als we nu blackjacken. De deur staat open. Ja, maar we hebben alleen een stoel. Dan gaan ze echt de stoel stelen. Dat is alles wat we hebben. Het is wel alles wat we hebben, ja. Wat is je plan? Oké, we gaan blackjacken. Als we 3 keer achter elkaar winnen, kunnen we ons hele setup weer kopen. Voor 3 euro. We hebben 1,60 euro, hè? Heb je dat nee, door? We hebben 190 euro nu. Oh, omdat we de case hebben verkocht. Okay, ja. Ja. Als we 3 keer winnen... Zo gewend om blut te zijn dat het gewoon de standaard is. Ik kan niet 200, dus we gaan 100. Deze winnen. Hoe kan het nou? Hij heeft 10, hij hoeft alleen maar 10 te pakken. Zit alleen maar 10 in het spel, hè? 19. Er zit alleen maar 10 in het spel en gaat winnen. Nee. Of... Yes! Oké, 200! Oké, inpakken wegwezen dan toch? Eentje nog. Als het deze... Ja, eentje. Toch, als we deze winnen, kunnen we de hele set er bijna kopen. Gaan we wel terug, ja. Misschien komt onze vrouw dan terug. Als we 2 keer winnen nog. Als we nu 2 keer winnen. Nee, we kunnen nu 2 keer. We moeten 1 keer... Als we 2 keer winnen...
Tim, ik kan mijn hart kan het maar niet maar als vrouw aan. Kan ook bij elk moment terug zijn. En die heeft ook ondertussen een paar duizend euro verdiend, toch? Ja, zo kun je het ook zien. Misschien als het terugkomt. Ja, dit is goed. Dit is heel kan goed. Kun je 10 pakken, hit hem. Er zit alleen maar 10 in, toch? Er zit alleen maar 10 in principe. Oké, 5. Zit er 5 in? Chat. Altijd 14. Ja, wat noemen we nu? Chat. Hij gaat sowieso kapot. Stand, hè? Wij zeggen hit allemaal in de chat. Ze willen ons ruïneren. Hij gaat sowieso kapot, Tim Stand. Die chat, die maar, ze zeggen hit. Iedereen, 100% zegt hit. Maar hè? Ze ruïneren ons. Ja, we moeten naar ze luisteren. Misschien hebben ze gelijk dan. Wat weten wij? Wij zijn alleen maar blut. Goed, chat. Goed. Ja, goed. Heel goed, heel goed, heel goed. Dit spel is zo gerikt, joh. Het is niet te doen. Tim, laten we ons laatste geld... Heb je het ingezet? Ik heb het ingezet. Slim investeren, wou ik zeggen. Hebel. Nog eentje, toch? Nog eentje. Alles of niks en dan weg. Maar kijk maar aan. Alles of niks laatste, en we zijn weg. Maar deze is gewoon weg. Zeg er nu net. Stand. Toch? Even kijken wat de chat zegt. Ze had het net ook. Ze had net verloren, hè? Maar de hit. Ze wil alleen maar hitten. Misschien weten ze wat wij niet weten. Want hij gaat sowieso 18 pakken. Ja? Nee, toch? Wel, er zit alleen maar 10 in het spel. Normaal gaan wij er geen 25 pakken en zij sowieso 18 pakken. Ja, zo kun je het ook zien. Oké, stand dan maar. Deze komt op jouw naam. Zij zeggen hit, de chat. Stand. Maar hit is ook prikkels en stand is saai. Wat, er zit alleen maar 10 in het spel. Tim, wegwezen. Tim, ik kan niet, ik ga bijna stoppen. Maar wat moet je dan? Je ruïneert me dag in dag uit. Ik snap waarom mijn vrouw weg is nu. We zitten alleen maar ons geld te begokken. Wat moeten we nou met 88 euro? Wat moeten we daarmee? Dubbel maar het wegwezen dan. Maar jij gaat niet wegwezen hierna. Deze winnen we sowieso. Er zit alleen 10 in het spel. Ja, boom. Draw. Oké, één laatste keer dan. Er zit alleen 10 in het spel. Stand. Boom, wegwezen. Eén knop op de uitweg. Kun je één keer een slot draaien. Ja. Tim! Wat een kuthond ben jij, joh. Het is weg met deze kutherrie, joh. We moeten hier weg. Nee, we kunnen niet het laatste... Je wilt straks nog een hotdog hebben, of niet? Wil je hongerig naar bed? Kunnen we niet iets anders met ons geld? Wees zeker. Maar ik ga deze winnen, hè? Ik weet vrij zeker inmiddels dat gokken niet een slim plan is om maar geld te krijgen. Maar ik ga deze eigenlijk 100% hem. Maar zelfs als we winnen, dan ga je weer door. Dus daar hebben we er niks aan. Eentje. Dit is niet goed. Er zit alleen maar 10 in. Hij heeft een 10. Tim. Ik haat dit spel. Waarom laat je me ook gokken al? Ik probeer te stoppen! Waarom doe je dit? Je ruïneert me van alle kanten. Je bent vol aan het ruïneren. Ja, boom. Kunnen we weg alsjeblieft. We hebben 26 euro. Voordat we terug zijn, duurt het zo lang weer. Winst toch, nu? Of hebben we winst nu? We kwamen hier met 200 euro voor mijn gevoel. We kunnen een stoel nog verkopen. Ik heb het gevoel dat we een probleem hebben.